Deze zomer rijd ik in mijn rode kever door Drenthe met spraakmakende... Ik kom later op televisie, hè? Interessante... En ik was nieuwsgierig. En gezellige gasten. Hela. We gaan naar hun favoriete plek in de provincie en we halen herinneringen op. Emo televisie zo geregeld. Maar onderweg gaat er ook wel eens iets mis. Dan mogen we over een hele hoge drempel. Deze keer ga ik toeren met de bekende fotograaf Sake Elsinga. Hij woont nu in Assen, maar hij is opgegroeid in Bijlen en daar pikken we hem op. Hoi, kijk aan, Loes. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Bijlen. Ja, het mooie stadje. Oftewel, het dorp is het, hè? Ja, ja. Ja, want eigenlijk dacht ik dat je uit Assen kwam. Ja, maar, ik woon natuurlijk langer in Assen, maar ik heb mijn eerste 15 jaar hier gewoond. Maar eigenlijk ben ik al vanaf mijn 17e zat ik in Assen. Dan werkte ik daar ook al. Maar je bent hier opgegroeid? Ja, dit is mijn ouderlijk huis. Hier heb ik mijn eerste 15 jaar... Heb ik hier beleefd. En het is voor mij echt wel heel bijzonder om hier nu te zijn. Maar hier heb jij dus een beetje fotografie ontdekt. Hier ben ik echt wel begonnen met fotograferen. Ja. Ja. Nou, en vandaag neem je mij mee op tour naar een van de mooiste plekjes, toch? Een van de mooiste plekjes, maar ja, Drenthe is zo mooi. Ja. Echt. We zullen nog heel veel mooie dingen zien. Oké, nou dan stappen we in. Ja, is goed. Dat is een mooie auto, Loes. Voor mijn nostalgie, Volkswagen. Ja, hè? Die heeft hier vroeger ook gestaan in een andere kleur. Dan ging ik met mijn vader en moeder altijd een open oom. En dan lag ik achterin. En het bakje zat ik gewoon. En dan denk ik me zo, hoe kan ik daar gezeten hebben? Ik kom ook nog omdraaien. Waarschijnlijk was ik dan 5, 6 of zo. Was ik wel heel klein. Ja. Maar sowieso was het... Je ouders hadden ook zo'n kever. Ja, we hebben een kever gehad. Daarna een Trabant. Ja. Nou, dan gaan we helemaal terug in de tijd. Want waar gaan we naartoe, Sake? Nou, wat is het eindpunt? Het eindpunt? Nou ja, het mooiste plekje van Drenthe. Ja, Drenthe is voor mij zo mooi. Want ik heb ook altijd natuurlijk clichématig, maar ik denk iets met hunebedden. Maar ik denk, clichés zijn niet voor niks. En een van de hunebedden waar ik dus wel een bijzonder verhaal bij heb, dat was het hunebed bij Bronniger. En dan dacht ik van, nou, ik heb een paar prints meegenomen, vandaar die grote zwarte doos, met een aardig verhaal erbij. Ik denk van, nou, is dat dan, vind ik wel een hele mooie plek. En nu ligt het er ook heel mooi. Dus ik denk van, nou, misschien is dat wel een hele mooie plek. Heel veel mensen kennen dat stukje niet, om dat nog te laten zien. Goed, dan gaan we daar naartoe, via een kleine tussenstop. Is helemaal goed. Sake, jij bent natuurlijk een bekende fotograaf, maar misschien kennen de mensen jou niet, maar juist jouw foto's wel. Ja, dat zou heel goed kunnen, want ik fotografeer al, ik zat net te denken, ik denk van goh, volgend jaar ben ik eigenlijk 40 jaar al beroepsmatig bezig, zo. 40 jaar. En mijn foto's worden natuurlijk veel gepubliceerd in het NRC Handelsblad, al bijna 30 jaar. Ja. En vroeger heb ik nog via Voetbal International gehad dat. Maar vandaag de dag is het veel Drentse landschap, doe ik veel voor de boeken. Herinnerings in Kamp Westerbork, natuurlijk een van mijn vaste opdrachtgevers, ook al 35 jaar dat ik daarvoor werk. Ja, dat is een... En verder zullen ze mij vroeger natuurlijk van de Drentse Assenkrant, Nieuwsblad van Noorden, wat is nu Dagblad. Ja. Dus ja, door de jaren heen, heel veel mensen die hebben wel zeker mijn foto's gezien. Ja, je hebt ook prijzen gewonnen. Ik heb ook nog prijzen gewonnen, ja. Dat is natuurlijk dan wel bijzonder, hè, als je heel bezig bent. Maar als je een prijs wint, dan kennen mensen je wel. De eerste keer dat ik de grootste prijs won voor mij echt, dat was dan in 1990, de eerste prijs in de World Press, of tweede prijs in de World Press Sport. Ik kreeg zoveel mensen uit de buurt met bloemen en dat was heel bijzonder. En alleen het nadeel was dan weer dat
Ja, dat is de andere kant van de roem. Dat mensen, dat mijn klanten mij niet meer belden. Omdat ze dachten dat ik nu wel een dure fotograaf was en die binnen was. Oh. Dat ik dus na 3 maanden toch maar de klanten ging bellen waarom ze niet meer belden. Ja, ze dachten, je hebt nu zo'n hoge prijs gewonnen. Nu kunnen we jou niet meer betalen. Oh, ja. En nou, ik zeg, ik wil graag werken, want dat is dus niet zo. Ja. Westerbork. We gaan even een tussenstopje maken. Natuurlijk veel gefotografeerd vroeger, hè? Allerlei markten, schaapscheren van vroeger. Ja. Ja, jij. Kijk, het koffiehuis is wel leuk natuurlijk, hè? Ja, kunnen we niet een selfie maken? Een selfie, ja, dat kan dan ook. Doe je dat nooit? Doe ik het nooit, nee. Maar we kunnen altijd een selfie maken. Zullen we eens kijken of dat lukt? En dan zo. Ja. Het Knipselmuseum. Ben je daar wel eens geweest? En deze niet, wel in de oude. Daar heb ik zelfs nog foto's gemaakt. Toen was het daar, vroeger was het daar in het oude gemeentehuis. Daar was het Knipselmuseum. Hier ben ik niet geweest. Ja, maar museum voor papierknipkunst. Kunst, ja, maar vroeger was het het Knipselmuseum. En ik heb goed nieuws, we gaan zelf ook even knippen. Oh jee. Hallo, ik ben Loes. Sitsenbrugge. En dit is Zaken. Ja, Zaken. Sitsenbrugge. Hallo. Zo. Het is volkskunst eigenlijk, hè? Knippen. En omdat je hebt er geen ingewikkelde spullen voor nodig, je moet de vaardigheden hebben. Ja. En dat is aan de ene kant de vaardigheid van het creatieve om te kunnen tekenen, ontwerpen enzovoort. Maar het is ook de handvaardigheid om het mooi uit te kunnen knippen. Mm-hmm. Nou, het heeft wel wat overeenkomsten met fotografie. Hè? Ja? Vroeger hadden we dus fotogrammen, dus eerst een keer dingen. Dus dan had je een papiertje en dan legde je dingetjes op en dan belichtte je dat eventjes. En dan deed je een ontwikkelaar en dan had je ook een silhouet bijna net zo scherp als dat. Dus je kon, bijvoorbeeld zo'n breiwerk, dat kon eigenlijk een fotogram zijn. Okay. En als fotograaf heb ik heel vaak, ook als ik aan het fotograferen ben, altijd heel veel met silhouetten. En zeg ik ook de mensen, nee, iets in links, want silhouet moet je vorm, natuurlijk hebben. Ja. Dus de vorm is dan heel belangrijk. Ja. Dus het heeft natuurlijk qua fotografie wel overeenkomsten. Ja. Weet je waar de naam silhouet wegkomt? Zaken? Nee, ik zit er te denken. Er was een Franse minister van Financiën die het niet goed vond dat er zoveel geld moest worden uitgegeven aan portretten van zijn voorgangers en opvolgers enzovoort. De minister van Financiën waren toen ook al zuinig. Hè? En die heeft bedacht dat je dat kon laten knippen. En die man heette de silhouet. Kijk, dat vind ik wel. Graaf de silhouet. Dat is wel weer kijk, het cadeautje van de dag. Nou. Ik heb hem nog een beetje los gedaan, zodat ze ook nog als danseres loskomt. Heel mooi. Ja. Maar die voor jou is wel knap, Loes hoor. Dat vind ik voor jou helemaal een. Het is net een spin. Ja. Dank u wel voor de les. Ja. Nou, ook alvast bedankt. Okay, ja. Ja. Bedankt voor jullie komst. En u ook. Wij gaan naar Bronnigen. Ja. Doeg. Doei. Get it, Sammy. Dat ik vandaag nog een danseres zou knippen. Kijk, fotografie is natuurlijk veel veranderd. Hè? Vroeger was het echt toch een ambacht, hè? Met ontwikkelen, afdrukken. Ja. Vandaag de dag is het digitaal, je ziet direct wat je doet. Dus je leert het ook sneller, je fouten corrigeren. Het gaat allemaal veel sneller. En natuurlijk de kosten. Hè? Dan had je een rolletje van 36 en nu heb je kaartjes 1000, 3000 foto's. Ja. Je kunt gewoon eindeloos doorgaan. Ja, maar het gaat toch om dat je dus, je moet de dingen wel zien. Maar als je het niet ziet. Ja, dan zie je het niet. Het lijkt bijna wel een Cruyffiaanse bespreking. Als je het niet ziet, zie je het niet. Nee. Maar kijk, maar nu ook als ik met jou rijd, ik zie duizenden foto's en denk ik, oh, dat is een mooi beeld. Ja. Om te fotograferen en dat. Word je daar niet doodmoe van? Ja, precies. Daar word ik echt doodmoe van. Dat kun je nooit uitzetten. Je kijkt altijd met altijd, een bepaalde blik. Altijd. Dus ik kader echt alles in. En dan zie ik nu ook, zie ik mijn vrouw daar, zie ik fietsen. En denk ik, oh ja, klik, mooi, nu de opname, telen. Dus dat heb ik al gelijk gezien. Nee, wat dat betreft, zonder fotografie. Het is mijn beste vriend, het is mijn therapeut. Het is, ik krijg er altijd een boel energie van terug. Dat vind ik heerlijk.
jou gevraagd om even wat muziek mee te nemen. Ja, klopt. Want ik vroeg jou of jij tijdens het werk, tijdens het ontwikkelen van foto's, ook muziek op de achtergrond hebt. Ja. Nou ja, tijdens het ontwikkelen van foto's had ik dat vroeger natuurlijk. Nu is het achter het bewerken van foto's. Ja. Maar ja. Maar ik heb dus wel... ik hou van zoveel soorten muziek. Echt van zware klassiek. Waarvan mijn vader, of mijn dochter wel eens zegt van... Papa, wat is dit nog voor vreselijke muziek? Kan me voorstellen. Rock, soul, van alles. Maar ook bijvoorbeeld de Beatles. Hey Jude. En dat is nog steeds een nummer dat hoor. Dan spring ik echt terug in de tijd. Ik zal me nou even stil houden. Start to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't care. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Echt ook helemaal terug in de tijd. Nou, dan zie je die huifkar erbij, is helemaal mooi. D21 en D22. Ja, dat klopt. Je weet waar de D voor staat? Drenthe? Ja. Maar als laatste was ik bij Noordlaren, daar stond de G. Ik denk, waar staat de G? Ja, dat is Groningen zijn natuurlijk. Oh. Ik heb de foto erin en ik heb ook nog een statiefje erin. Hoppa. Waarom zijn we nou specifiek bij dit hunebed? Nou, moet je nou eens kijken. Ik ben in het Knipselmuseum geweest, samen met mij. Ja. Nou, ga nou eens iets door de knieën, kijk. Ja. Dan zie je al dat hunebed, dat komt zo heel mooi los. Ja. Qua silhouet. En nu staan er die bladeren liggen erbij. Mm-hmm. Ik heb het hunebed ook in de winter nog gefotografeerd onlangs. Net voor het landschap. Want dit valt natuurlijk ook in het boek wat dit jaar uitkomt over de Hunze. En toen heb ik dus daarachter, waar wij net vandaan kwamen, heb ik de auto neergezet. Met de lichten aan. Het was die mistig. Kijk, dan is dit zeg maar het resultaat wat ik toen gemaakt heb. Wow. Dit is, kijk, hetzelfde hunebed. Ja. Dit is dus in 1985 gemaakt. En toen heb ik een lamp gepakt, gewoon een lamp. En dan ben ik hier eromheen gaan dansen. Maar goed, dat me niemand gezien heeft. Ik voelde me net een repensteeltje. Niemand weet wie ik heet. En dan ben ik er zo omheen gegaan. En doordat je dus met lange... De camera staat dan open. Maar goed, ik was natuurlijk heel lang aan fotograferen, want het was zo mooi. En dat is natuurlijk niet zo handig voor mij, want toen moest ik terug. En toen wou de auto niet meer starten, want de accu was leeg. Jeetje, ja, wat moet ik doen? Dus ik zwaai met die lamp zo, weet je, op de weg. En op een gegeven moment, die man die stopt. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, kun je me helpen? Ik zeg, mijn auto, de accu is leeg. Ik was aan het fotograferen en ik kan geen kant op. Hij zegt, jong, wil je wel helpen? Maar je moet eerst op de trekker, mensen, want koe moet eerst kalven. Toen zijn we doorgereden, de Bronnige. Toen heeft hij een koe en die stond een kalf in het stal. Daar heb ik ook nog foto's van. En toen is hij met mij teruggereden en heeft hij mij aangesleept. En zodoende kon ik weer terugrijden. Dus, en daarom is dit voor mij dus een speciaal. Zullen we een mooie foto maken? Zullen we doen? Ja.